We hebben in de studio, eigenlijk vandaag heeft hij er twee petten op. Hoe dan ook, hij is DNA-lid en dat is Edgar Sampi. Maar we hebben ook uitgenodigd als voorzitter van het jongerenbestuur van de ABOP, de nieuwe voorzitter van het jongerenbestuur. Maar toch als DNA-lid, heer Sampi. Goedemorgen, welkom in Mantin Taki. Goedemorgen. Ja, u bent ook voorzitter van de vaste commissie van Juspol. En een vergadering van 5 uur lang die is gegaan over de veiligheid. Dat is toch wel zorgwekkend, hè? Ja, heel zorgwekkend als we kijken naar de zaken, de handelingen die de criminelen plegen. Ja. Dan kan je, als je kijkt naar verschillende handelingen, dan kan je zien dat criminaliteit duidelijk aan het stijgen is. Uh-huh. En dat die mannen geen rekening meer houden met niets. En DNA vond het nodig om een themavergadering uit te schrijven over veiligheid, zodat alle 51 DNA-leden kunnen discussiëren over de veiligheid in het land en zodat ze met ideeën kunnen komen hoe we dit anders kunnen aanpakken. En u ziet dat het soms rustig aan toe is gegaan, maar soms met harde woorden, geen uitschallen. Ja. Maar that's it. Ja, dat waren niet. Want de president heeft zich best wel gestoord. Hij aan het eind van de vergadering, van 5 uur, daar zegt hij, we hebben 4 jaar lang gesproken. U zat er ook vanaf het begin bij in de Nationale Assemblée. Hebben we te lang gesproken? Kunt u zich terugvinden in de woorden van de waarnemend president? Kijk, als voorzitter van Justitie, de Commissie Justitie en Politie, heb ik mij altijd uitgelaten over de veiligheid in het land en de acties die de overheid zou moeten ondernemen om het veiligheidsgevoel terug te brengen bij de samenleving vanaf het begin. Uh-huh. En telkens krijg je te horen dat er geen middelen zijn. En ik bedoel van, we kunnen geen veiligheid garanderen met een zieke organisatie. En met een zieke organisatie bedoel ik, laat justitie en politie bijvoorbeeld soms zonder benzine zit. Mm-hmm. En justitie en politie soms zonder voertuigen zit om uit te rukken bij calamiteiten. Dat militairen bijvoorbeeld die op detachering worden gestuurd zonder voeding daar zitten. Geen toilet. Noem maar op. Alle soorten gekke dingen hoor je. Begrijp je? En dan kan je maar niet zeggen dat je de mannen genoeg motiveert om met hart en ziel te werken voor land en volk. Al krijgen ze dat mee bij de opleiding, maar in de praktijk ben jij de persoon die ervoor moet zorgen dat de mannen zonder beperking hun werk kunnen doen voor land en volk. Maar daarnaast ook de jongeren. Ik weet niet wat er gebeurt met onze jongeren, maar die nemen totaal een verkeerde pad. En we zien dat de meeste berovingen die gepleegd worden, jongeren betrokken zijn. En dat is niet goed te spreken. En vanaf het begin hebben we hierover gesproken. Maar ik kan geen duidelijke beweging zien vanuit de overheid, vanuit de regering, vanuit het ministerie van Financiën bijvoorbeeld, dat er voldoende middelen vrijgemaakt worden om genoeg voertuigen aan te schaffen, om te zorgen voor een goede persoonlijke uitrusting voor de politie en noem maar op. En dat zijn zaken waaraan er vanaf het begin gewerkt zou moeten worden om de samenleving het veiligheidsgevoel terug te geven. Heer Sampi, we zullen dat stukje van er is geen auto. Volgens mij vanaf voor de Chimboy weer dat hoor niet zien. Dat er geen auto is. Terwijl dergelijke zaken niet worden aangepakt, gaat die neemt die criminaliteit ergere vormen aan, vooral in een tijd van crisis. Wordt er soms vanuit de regering, u als DNA-lid heeft u een controlerende taak, met de korreltjes zout mee omgegaan? Ze mag grappen. En de overheid mag grappen.
En dan heb ik het over de personen die de middelen vrij moeten maken zodat de veiligheidsstructuren, de veiligheidsorganisaties over de nodige middelen moeten beschikken. Okay. Om te kunnen zorgen voor de veiligheid over het gehele land. We kunnen op een aantal dingen bezuinigen, maar op veiligheid kan je niet bezuinigen. Het gaat om mensenlevens. Begrijp je? En één beroving is eentje te veel. En kijk, dat geval van Atjoni bijvoorbeeld, er was geen helikopter voor de politie, voor de militairen om binnen zeg maar een half uur op Atjoni aan te komen. Dus al dat soort dingen. Ieder die nu ons veiligheid op een operatietafel zou kunnen plaatsen, zou zien dat het helemaal niet gaat met onze veiligheid. En de VP heeft dat beloofd. We hebben nu een andere korpsleiding. Ik hoop dat die samen met de minister van Justitie en Politie nu hard op tafel gaan slaan. Zonder rekening te houden met wie dan ook. Om ervoor te zorgen dat het veiligheidsgevoel terugkomt bij de samenleving. Is dat wel het enige probleem nu momenteel? Hoor ik u zeggen van in feite zijn alle plannen, alles is al in orde. Ik weet nog, niet al te lang geleden is er een persconferentie geweest waar er plan van aanpak, de president heeft het aangekondigd. Is dat wel het enige probleem? Want hoe je dat verkeert, ik zou maar zeggen, het is de derde korpschef nu binnen dit regeertermijn. Is dat wel het enige probleem? Ja, je kan de middelen of hoe staat het ook met het plan van aanpak? Nee, je kan met klem zeggen dat het enige probleem is. Okay. Omdat je kan een mooi plan opstellen met zoveel deskundigen om te werken aan veiligheid. Maar als er geen middelen zijn om je plan uit te voeren, dan kan het plan niet uitgevoerd worden. Dus dat is het probleem.